Oh, lekker. Goed veld. Ja, het is een topveld. Nou, even laat zien wat jij kan. Maar dat je even een beetje zo van... Kun je springen? Ja, natuurlijk kan ik springen. Ja! Ja. Zo, vandaag ga ik weer voetballen. En dat doe ik met een jongen die in 1996 met dit team van de Bataven uit Gent kampioen werd. Dit D-pupillenteam was enorm succesvol. Hier zie je de keeper, Sjoerd Rensen. Die is zelfs een tijdje prof geweest, maar die heeft inmiddels de zaak van zijn vader overgenomen. En hier zie je Niek van der Werken, die is helemaal gek van wijn. En die werkt inmiddels aan zijn droomproject. En dit is mijn hoofdgast van vandaag, middenvelder Stijn Schaars. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met PSV, maar speelde helaas door blessureleed weinig wedstrijden. We trainen volgens mij iets van 3 of 4 keer in de week. Op de woensdagen waren we 's middags vrij, dan gingen we ook voetballen. Dus het was altijd alles was voetbal en we waren altijd bij elkaar. Ja, volgens mij wonnen we ook wel regelmatig. Wedstrijdjes. De bal ging mee naar school, de bal ging mee naar bed, de bal ging mee naar het voetbal. Dus naar de wedstrijden voetballen. Voetballen, voetballen, voetballen. En winnen. Ze waren erg fanatiek, ja. Allemaal. Iedereen. Ook Stijn natuurlijk. Stijn was natuurlijk wel een klein beetje een leider, want ja, ze kijken altijd wel een beetje op tegen de voetbalkwaliteit. Maar hij was wel ja, de beste voetballer en hij kon het team meenemen met zijn spel. Stijn was ja, het ego-trippetje. Hij was gewoon te goed voor ons team. Ja, ik wist wel dat hij goed was, maar je weet nooit of hij ooit echt door zou breken. Maar dat hij er bovenuit stak bij ons in de groep, dat was wel duidelijk, ja. Stefanus Johannes Schaars wordt geboren op 11 januari 1984 in Gent. Op zijn 6e begint hij met trainen bij de plaatselijke VV de Bataven. Het team waarin hij terechtkomt is jarenlang zeer succesvol. En Stijn wordt dan ook samen met 2 andere spelers op zijn 12e gescout door Vitesse. Op zijn 19e maakt hij zijn debuut in het profvoetbal bij de Arnhemmers. Maar toch lukt het hem in 3 seizoenen niet een vaste waarde te worden. En dus vertrekt hij naar het AZ van Louis van Gaal. Het is echt een winner. En ja, ik denk dat hij een goede toekomst voor de boeg heeft. In die periode is hij ook aanvoerder van Jong Oranje, waarmee hij in 2006 Europees kampioen wordt. Door aanhoudend blessureleed komt hij in Alkmaar maar weinig tot spelen. Maar dat maakt hij helemaal goed in het seizoen 2008-2009, als hij als aanvoerder van AZ het landskampioenschap wint. In 2011 verdient hij een transfer naar het Portugese Sporting Lissabon. Een buitenlandse droom die uitkomt. Toch keert hij na 2 seizoenen terug op Nederlandse bodem en wordt Eindhoven zijn nieuwe thuisbasis. Met PSV wordt Schaars in zijn 2e jaar landskampioen, hoewel hij zelf door blessureleed nauwelijks in actie komt. Zo, dat is weer eens wat anders dan het PSV-stadion, hè? Ja, hier is het allemaal begonnen, hè? Kom je hier nog wel eens? Weinig. Maar nu ik weer in Eindhoven woon, ja, ik ben hier wel weer 2-3 keer geweest. Maar als je hier bent, word je daar een beetje weemoedig van of valt het wel mee? Nou, nee, zo erg is het niet. Maar het is wel leuk om hier weer terug te zijn. Ik zie gewoon allemaal dingen en dan krijg je wel herinneringen natuurlijk. Want hier heb je gewoon je hele jeugd doorgebracht en een hele goede en fijne tijd gehad. Dus dat is wel, het is altijd leuk om hier terug te komen, ja. En dit is jouw oude team, ja. D-pupillen. Ja. Wat was dit voor team? We hadden eigenlijk een hele talentvolle selectie, dat wisten we toen nog niet. Maar de trainer van ons, Henry Peters destijds, die is ook nog bij NEC aan de slag gegaan als trainer. Dus ja, we hadden het gewoon super voor elkaar. We werden echt in de watten gelegd. We waren er altijd voor ons. Volgens mij trainen we 3 keer in de week, maandag, woensdag en vrijdag. En in de winter was de zaalvoetbal en zwemmen en alles. Dus ja, dat was gewoon super leuk. Nou. Maar dan kom je dus uit zo'n heel klein dorpje. Ja. En dan is iedereen bang voor Gent.
Oh god. Nou ja, we hadden op een gegeven moment wel een beetje een naam, weet ik nog. Ja, van ja, dan moet je weer tegen die en die voetballen, weet je wel. Want we hadden, uiteindelijk zijn er met mij nog twee jongens naar Vitesse gegaan op die leeftijd. Dat is de keeper, dat is Sjoerd Rensen. En dit is Luc Besseling, dat was een linksbuiten, zeg ik het goed? Rechtsbuiten. Ja, dus we hadden echt een hele leuke ploeg. Heb je zin om iedereen weer te zien? Ja, vind ik wel leuk, ja. Ja? Vind ik heel leuk. Zullen we naar binnen? Ja. Als dit naar binnen is. Ja, waar is naar binnen? Dat is kantine. Dat, dit waar is... moeten we... Stijn, ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van je oude clubgenootjes. En het eerste filmpje gaat over Niek van de Werk. Oké. Okay. Nou, welkom. Kom verder. Day was the day. Oude houtwerf. Dit is het oude pand van TNT. Nu staat het leeg. Sommelier Niek van der Werken heeft zijn droomproject gevonden. Samen met twee vrienden wil hij een oude loods omtoveren tot een horecagelegenheid. Na de zomer wil Niek zijn restaurant al openen, maar dit wordt nog wel een grote uitdaging. Ik weet in ieder geval zeker dat de ruimte hiernaast, daar ga ik samen met twee anderen gaan we restaurant beginnen. En zoals je ziet is er nog een hoop werk te doen, maar in ieder geval een fantastisch pand. We hebben een plan gemaakt. En dit is puur een beetje moodboard. Hier schrijven we af en toe wat dingen bij, heel in het kort van hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. Ik vind horeca fantastisch. Ik hou van lekker eten. En mijn passie is wijn. En als sommelier heb ik gewerkt en dat vond ik heel erg leuk. We gaan werken met jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die gaan we toeleiden naar werk. En die hebben allerlei... achtergronden, een rugzak, bagage. Helemaal niet interessant, we willen juist met die gasten naar de toekomst. En dat moet kunnen door te koken. Nieks passie voor wijn begon al vroeg toen hij als parkeerwachter werkte bij het Wijnfort. De avonden duurden lang en het enige wat voorhanden was, waren boeken over wijn. En na het werk lekker wijn proeven met degene die er wat van weten, daar gewoon over praten. En dan net zo lang totdat je er langzaam inrolt. En toen op een gegeven moment was er een keer een mannetje tekort achter de wijnbar. En toen zeiden ze van, hey, jij pretendeert in ieder geval iets over wijn te weten. Je hebt een hoop gelezen, maak het maar waar. Daar staat de wijnbar, ga er maar achter staan. En het eerste feest wat ik had, toen was ik een jaar of net 18 volgens mij. En toen een feest voor bankdirecteuren, stond ik als 18-jarige knaap tegen bankdirecteuren over wijn te praten, alsof ik het al jaren niet anders deed. Niek kan zijn tijd met Stijn nog goed herinneren. Mijn vrienden die vinden het nog steeds heel vervelend als ik zeg, hey, ik heb met Stijn gevoetbald. Want ze weten wat mijn voetbaltalenten zijn, dus dat ze het geloven, dat is nog maar de vraag. Dit is een mooi bewijs natuurlijk. Nu geloven ze in ieder geval dat ik met Stijn gevoetbald heb. Nou ja, hij was verreweg de beste voetballer, dat was heel, heel erg duidelijk. Hoe goed hij ooit zou worden, dat had ik geen besef van. Maar ik wist wel, ik was een kop groter, maar ik kreeg de bal niet van hem af. Dus nou, dat zegt al genoeg. En wat ik verder tegen hem zou willen zeggen is, ja, heel veel succes de laatste jaren met voetballen. Maar dat is zo cliché. Ja, doe daarna is wat je leuk vindt ook. Want ik kan me voorstellen, voetballen is natuurlijk fantastisch voor hem. Ik neem aan dat hij voetballen het leukste vindt wat er is. Maar blijf daarna ook doen wat je leuk vindt. Ja, dat doe ik ook. En dat is volgens mij het belangrijkste. Yeah, yeah. Ja, leuk. Is echt heel leuk. Maar ik denk dat hij zichzelf wel een beetje onderschat. Hij kon echt wel goed voetballen, Niek van der Werken. Je weet wat je nu voor Niek doet, hè? Vanaf nu geloven zijn vrienden hem helemaal niet meer. Of nee, juist. Maar denk echt, oh, oké. Okay. Nou ja, als Stijn het zegt. Dat is wat ik er van mij van herinner. En ik weet dat ik er niet vaak naast zit, dus. En nou zegt Niek dat hij hoopt dat je ook na je voetbalcarrière iets gaat doen waar je hart ligt. Denk je daarover na? Ben je daarmee bezig? Soms, maar ook eigenlijk helemaal niet. Want eigenlijk zeg je dan van, mijn carrière gaat na zijn einde. En dat wil ik juist niet. Ik wil juist weer het nieuwe leven inblazen. Ik ben er nu een jaar uit geweest en ik wil nu een paar jaar echt nog vlammen. Stijn. Zeg het eens. Waar is de schaal? Ja, dat is een vraag die ik helaas niet kan beantwoorden. Het lijkt wel alsof die eventjes hier al... Alsof die er even gehangen heeft. Waar is die nu? Ja, dat weten we niet, hè. Onderweg. Maar hij moet dus hieronder komen te hangen, onder deze. Nou, dan kan hij volgend jaar, die kan dan weer hier. Doet het iets met jou als je zo al die schalen ziet? Nou, ik vind het wel mooi om te zien, maar ja,
Dus dit is niet van mij of zo. En ik ben niet... Materiaal is allemaal maar zo betrekkelijk eigenlijk. Hè? Maar ik vind het altijd wel mooi om doorheen te lopen. Nou, mooi stadion is het, hè? Ja. Tadaa! Champion! Ja. Dan draai je om en dan ga je even klappen naar de mensen. Ja, doe even zo. Ja. Joehoe. Vaak heb je ook nog een kindje in de hand, dus dan moet je nog een beetje opletten. Daar zit meestal de familie. Zitten ze altijd standaard daar? Daar zitten ja, alle familieleden seizoenkaarten daar een beetje bovenaan, wel bij de gewone stoeltjes. En de geblesseerde spelers, dus dat was ook meer mijn gebied helaas. Ja, waar zat jij voor? Daar boven dan weer. Dus niet, ik zat dan in zo'n loge daarboven. Hoe vond je dat, om elke keer daar te zitten en dan jouw team hier te zien spelen? Nou, moeilijk. Of moeilijk, het is niet moeilijk, het is gewoon vervelend. Ja, je bent voetballer omdat je op het veld wil staan. Daarom ben ik ook naar PSV gekomen, om dat aandeel te hebben. En ik heb gezegd van die 3 jaar dat ik hier teken, dan wil ik kampioen worden. Nou ja, dan worden ze kampioen. Alleen je inbreng op het veld is gewoon heel weinig en dat is wel moeilijk. Ik heb jullie fysiek geen plezier kunnen doen dit jaar. Dat doet mijzelf heel veel pijn, kan ik jullie vertellen. Maar één ding is zeker, deze groep die hier staat, die verdient de titel. Maar wie je nog meer verdient, dat zijn jullie. Jullie zijn de kampioenen. PSV is kampioen. Je had eerst een knieblessure? Ja, eigenlijk 2 keer, alleen 2 keer iets anders. Eerst was mijn fibula, ik zal heel, heel simpel houden. Heel simpel, fibula. Ja. U fibula. Weet allemaal wat dat is. Fibula zit aan de buitenkant van je knie, eigenlijk buiten de knie. Die band die er loopt, die was te slap, dus die fibula die klapte er onderdoor. Nou, dat is niet goed, want dan zit hij vast en dan kun je niks meer. Dus dan moet je hem terugdrukken en dan kun je weer voetballen. Oh alleen... mijn god, deed jij dat de hele tijd? Ja. Zo van, oh, mijn fibula! Nou ja, zo niet, want je kunt niet meer lopen als hij vast zit, dan kun je niks meer. Dus dan lig je en dan druk je hem terug en dan pak gooi je dan. En dan, ja, we deden dan met tape, deden we het vastzetten, die band. En dan kon ik wel voetballen, dus dat heb ik eigenlijk 1.5 jaar gedaan. Alleen we wisten, ja, je komt op een gegeven moment, de operatie, daar heb je nodig. En dan weet je dat je 1.5 jaar weg bent. En toen ik terug was, ja, scheurde ik weer mijn meniscus. Dus dan moet je weer 3-4 maanden revalideren. Dus dan ben je uiteindelijk een heel seizoen weg. Vind je het lekker om weer op dat veld te staan? Nou, ik heb gespeeld, toch? Ja, maar niet op dit veld dit jaar. Nee. De laatste wedstrijd thuis tegen Heracles gaf de trainer me geen minuten helaas. Maar ja, zo gaat dat. Zullen we een heel klein rondje een beetje lopen? Dat je een beetje lopen? Dat gevoel terugkrijgt. Ah, ken je dat? Ja, ik doe even zo. Ja, tuurlijk. Oh, lekker. Goed veld. Ja, het is een topveld. Nou, even dat zien wat jij kan. Maar dat je even een beetje zo van... Kun je springen? Ja, natuurlijk. Komt kan de bal? Ik springen. Ja! We gaan weer links of rechts? Oh, maar dit moet je dan toch best wel missen? Ja, maar dit is sowieso... Als je het hele stadion ziet, moet je nagaan dat er mensen zitten. Hè? Dan moet je daar gaan. Het is wel leuk, want zodra jij hierover begint en weer een beetje zo in dat veld rond rent, ja. Dan krijg je meteen van die straaloogjes. Ja, maar dat is het mooiste dat er is. Het is zo mooi als je voor, ja, hier kunnen dan volgens mij 35.000 man in. Als je ziet dat die spanning er is van, zoals volgend jaar, dan krijg je natuurlijk 3 Champions League wedstrijden thuis sowieso. Ja, dat is volle bak. Waarschijnlijk goede tegenstanders. Die verwachting, die spanning, dat voel je al om, laten we zeggen, om 7:30 en om 8:45 begint die wedstrijd. Ja, dat is heerlijk. Nou, dit is de kleedkamer. Dit is de kleedkamer. Je kunt 2 kanten naar binnen. Ja. Dus ja, ze hebben expres rondgemaakt zodat je geen groepjes krijgt, laat maar zeggen. Je staat allemaal in verband met elkaar. En wat is jouw plekje? Ik heb nummer 8. Dus ja, vaak zit ik. Weet je, je hebt niet altijd 2, 3. Iedereen heeft wel zijn eigen nummer. Ik heb 8. Ja. Ik zit of hier vaak. En dan zit je dus hier. En wat zit hier dan in? Normaal? Nou ja, dan leg je bijvoorbeeld je horloge, je telefoon of hier, weet je. Dat soort dingetjes leg je erin. En dan hang je tenuutje daar. Ja, vaak kom je in pak. Thuiswedstrijden, die hang je dan daar op. En dan doe je een beetje je warming-up spullen aan. Hé, hey, en hebben jullie ook zo'n lekker bad? Nee. Nee? We hebben geen bad. Nee. Nee. Dat is wel jammer. Misschien is dat wel het geheim van het succes. Denk je? Ja. Nee. Maar het is wel allemaal ruim hoor. Maar dit is gewoon douches en hierachter zijn dan de toiletten. En als jij op weg bent naar een uitwedstrijd en je zit in de bus? Ja. Dan heeft ieder zijn eigen ding. Ja. Nou, en wat doe jij dan? Met muziek van de bus heb je wel op staan, maar het staat heel rustig eigenlijk. En dan, ik ben meestal een beetje op mijn iPad bezig of zo. En dan heb ik ook de muziek op staan. En of we zijn een beetje aan het kletsen. En de ene keer doe je een keer kaarten, maar kaarten is niet echt meer.
is een beetje verleden tijd. Uitgekaart? Nou ja, de nieuwe generatie kaart niet graag meer. Echt niet? Nee, die zitten meer zo, hè. Oh, een beetje een eentje te patiënten natuurlijk. Nee. Dat kan ik nog wel, maar... Nou, we hebben nog wel een paar jongens die het zouden willen, maar het komt niet van de grond. Vooral klaverjas en zo, we krijgen het er niet doorheen. Jij probeert dit echt. Dit heb je echt geprobeerd. Ik heb het geprobeerd, ja. Er zijn wel een paar jongens die het wel leuk vinden, maar... Ik krijg geen groep voor elkaar die AZ was mijn laatste periode waarbij ik echt gekaart heb. Ja. Ja, toch meer met je echte oude vrienden. Ja, ja. Van de Bataven, werd daar nog een beetje gekaart? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat gaan we denk ik vandaag horen. Ze daar doen kaarten. Volgende filmpje gaan we terug in de tijd. Het EK, Jong Oranje, in Portugal. We hebben het laat gemaakt, we hebben niet geslapen. We zijn één keer doorgaan het vliegtuig in. Dus ja, het was een groot feest. In de finale van het EK was Hummeloer Klaas-Jan Huntelaar met 2 doelpunten goud waard voor Jong Oranje. En daarmee pakte de ploeg de Europese titel. Gisteravond was het voor het eerst dat een Nederlands jeugdteam een Europese titel in de wacht sleepte. Daarmee leverde Huntelaar en zijn ploeggenoten een prestatie van formaat. En daarom wacht het team vanmiddag een groots onthaal op Schiphol. Ja, dit was zo'n mooi moment. We lagen na de eerste 2 wedstrijden in de pool lagen we er eigenlijk zo goed als uit. En we moesten de laatste wedstrijd in de pool tegen Italië. En ik denk dat in de 87e minuut scoort Daniel de Ridder met zijn hoofd. Nou, die had er echt nog nooit een bal gekopt. En toen gingen wij door. Hè. Ja, toen ontstond er iets en toen gingen we ook in één keer heel goed voetballen. En dan was je hier ook nog eens aanvoerder van het team. Ja. Maakte dat het extra bijzonder? Weet ik niet. Ik denk dat andere jongens het net zo leuk vonden. Maar... Hoe komt het dat jij altijd als aanvoerder gevraagd wordt, denk je? Ja, ze noemen dat vaak verlengstuk van een trainer. Ik snap het spelletje gewoon wat er gevraagd wordt. En ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer aanvoerder werd gemaakt bij AZ. Als opvolger van Shota Arveladsen. Nou, dat was geen kleine jongen. En toen was ik denk ik net 23 jaar. Ja, dat deed wel wat met me, omdat je dan de verantwoordelijkheid niet alleen over AZ, maar vooral over de ploeg ook, weet je wel. Je bent een beetje verantwoordelijk wat er in de kleedkamer gebeurt. En ook degene die het vroeg aan mij, dat was dan Louis van Gaal, was de trainer. Ja, dat is toch een persoon die bepaald gezag uitstraalt. En als die dan naar jou toe komt van ik wil jou als mijn verlengstuk en hoe zie jij dat zitten? Ja, dan doet dat wel iets met je. Ja. Lekker om weer op zo'n veldje te staan? Ja, dit is wel leuk, ja. Hier heb je gewoon echt jaren gevoetbald. Kan jij je voorstellen dat je ooit weer hier voetbalt? Nee. Ja, als afsluiter? Vriendschappelijk, maar ik denk niet dat ik terugkom bij de Bataven als amateur voetballer, zeg maar. Stel je voor, een jaartje als je een jaartje 50 bent. 50? Ja, maar dan mag je ergens op veld 3 je wedstrijdje afwerken, niet op dit veld. Want de Bataven speelt toch best wel op een hoog niveau, dus daar kun je als 50-jarige niet meer in mee. Nee. Zelfs maar, jij niet? Nee, zelfs ik niet, nee. Kan jij nu alles weer, na die knieblessure? Ja. Nou heb je op zich best wel wat blessures gehad. Ja. Ook in je jeugd heb je een jaar geen competitie gespeeld. Ja, dat klopt, ja. Kun je vertellen wat er aan de hand was? Ja, ik was heel lang heel klein, laat maar zeggen 1,50, een beetje zoals jou. Maar toen kreeg ik groeipijn, hè? Kijk hoe groot het ook is. Ja, is nou ja, ik kan het de hebben. B-jeugd. Maar toen kon ik de trap niet meer aflopen van de pijn 's ochtends. En dan ging ik dus zittend de trap af. En ja, dat heeft gewoon zo lang geduurd. Daar ben ik echt wel een jaar zoet mee geweest. Maar het waren dus groeipijnen? Ja, groeipijnen, ja. Ja. Dus aan het eind van het jaar komt dan de evaluatie van de speler. En ik weet niet wat de trainer destijds is, Theo Bos. Die is inmiddels overleden aan kanker, helaas. Toen waren de grotere manieren van de club die waren meer zo van ja, wat moeten we nog met die jongen? Die is geblesseerd, we kunnen ermee. En toen heeft Theo wel echt gezegd van als je deze jongen wegdoet, dan stop ik er ook mee. Dan kun je mij ook weggooien, want ja, deze jongen is echt 1-0 voetbal. En ja, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Ja, dus die voor mij in de bres gesprongen. Ja. Ja. Nou. Lukt het jou, denk je, om daar in die linkerhoek die bal te plaatsen? Daar? Ja. Jawel.
Lekker om zoveel zelfvertrouwen te hebben. Ja, hoe moet je dan? Zonder zelfvertrouwen wordt voetbal zo moeilijk. Wie? Ja. Ja. Ja, die ene was mooier, alleen die ging er niet in. Ik was 8, 9 jaar, toen ben ik al een tijdje bij NEC mee gaan trainen. Ja, want hoe zat dat? Ja. Want het was zo dat je ook bij Feyenoord ook aan de bak had gekund. Ja. Uiteindelijk werd het Vitesse. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om bij Vitesse te beginnen? Nou ja, je bent jong en je komt uit een dorpje en dan ben je zo'n ja, nog niet gevormd jochie. En dan had je naar Rotterdam en in een pleeggezin gemoeten. Het is toch een hardere wereld. Het feit dat ik s'avonds gewoon thuis kon zijn bij mijn ouders in een veilige omgeving. Je bent toch pas 12 jaar. Ja, ik denk dat dat voor heel veel kinderen die een droom hebben waarbij je talent moet ontwikkelen, dat het wel fijn is als jouw thuisbasis gewoon goed is. Dat je daar in ieder geval zekerheid uit haalt. En ja, ik denk dat dat wel heel goed is geweest. Schiet ik zo veel mis. Geniaal! Dat vind ik nou leuk. Dat vind ik nou humor. Volgens mij moet je aan de bak. Ja, wat moet dat moeten, hè? Ja, hè? Volgens mij is dit het moment. Ja. Zullen we er maar eens even heen? Ja hoor. Die wordt echt geroepen. Ja. Het laatste filmpje dat ik jou heel graag wil laten zien voordat we naar de reunie gaan, gaat over een ander groot talent bij jou uit het team vroeger, keeper Sjoerd Rensen. Ja. Oud-keeper Sjoerd Rensen is tegenwoordig de specialist in vloeren- en raambekleding. Maar dat was een aantal jaren geleden wel anders. Hij leefde voor het voetbal. Samen met Stijn en teamgenoot Luc werd hij gescout bij Vitesse. Later keepte hij bij het eerste van FC Dordrecht en FC Eindhoven. Voetbal is voor mij altijd het allerbelangrijkste geweest. En dat kun je bijna niet uitleggen hoe graag je profvoetballer wil worden. Op het moment dat je moet besluiten om een stap terug te doen, want ik ging van Dordrecht, werd ik verhuurd aan Eindhoven. En voor mij was dat wel echt wel een beetje de bodem van het betaalde voetbal. Dat ik dacht van, goh ja, is dit nou hoe ik het ooit had voorgesteld? Nou, nee. Dan komt IJsselmeervogels, een grote club in de amateurwereld. Ja, dan moet je gewoon de keuze maken, wat ga ik doen? Ga ik door in het betaalde voetbal? Of kies ik voor bij de amateurs voetballen in combinatie met werken bij je ouders? Ik heb nu de kans gekregen om hierin te stappen bij het bedrijf van vader. Ja, dat is achteraf gezien heel goed dat ik dat gedaan heb. Toch had Sjoerd nooit gedacht dat hij het bedrijf van zijn vader over zou nemen. Ik denk dat het toch uiteindelijk in de genen zit en dat het soms wat langer duurt voordat het eruit komt. Uiteindelijk blijkt hetgene wat wij doen dat het eigenlijk een heel mooi beroep is. Je mag van niks mag je iets maken. En je maakt mensen er over het algemeen blij mee met een eindresultaat. Hè. Mensen komen hier binnen en komen wat uitzoeken. Nou, als je een nieuw huis gekocht hebt, dan is dat toch spannend. En op het moment dat je dan een goed advies kan uitbrengen en je maakt er uiteindelijk een compleet plaatje van, dan is dat gewoon hartstikke leuk om te doen. De enthousiaste Sjoerd heeft nog mooie herinneringen aan de tijd met Stijn Schaars. Stijn is gewoon Stijn, is altijd gebleven wie die is. Gewoon een Gentse jongen die zijn afkomst heel erg waardeert. Ik vind het een hele warme kerel die goed is voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Ja, en echt een topsporter. Dus heeft alles voor het voetbal gedaan en gelaten. Dat vind ik heel erg knap. Welke ik nog vond. Ik heb van Stijn een tijd geleden nog een shirt gehad, gesigneerd. En mijn eerste keepershirt van Vitesse als 16-jarig jochie kwam ik bij de selectie. En ja, het shirt van Stijn van AZ, volgens mij een kampioenshirt. Heel erg leuk. Wil je nog even het veldje laten zien waar wij vroeger voetbalden? Hier is het allemaal
allemaal begonnen. En hier gingen Stijn en ik en nog meer jongens van de Bataven en ook van Vitesse gingen hier voetballen. En ja, hier tegen de zijkant van de zaak aan, daar schoten we natuurlijk altijd met de bal tegenaan. En liepen pa en ma natuurlijk altijd te zeuren van ja, goh jongens, kap nou eens met die bal tegen die wand aan. Want de mensen worden helemaal ramgek van dat geluid. En ja, hier hebben we toch wel heel veel uurtjes doorgebracht. Ja. Herken je het veldje nog? Ja, ja. Ik heb er vooral veel gevoetbald met Sjoerd en Nicky Hofs. En ja, dat was een hele leuke periode. Ja. En waar hoop je nog op binnen de voetballerij? Nou ja, kijk, vooral veel pijnvrije jaren nog, met op een goed niveau. Dus niet voorlopig PSV. En ik heb nog een jaar en daarna een optie voor nog één. Dus daar gaat echt al mijn energie naar uit. Ik heb er ook heel veel zin in. En het buitenland? Ja, misschien ook wel. Daarna misschien. Misschien dat je nog een keer een buitenlandse transfer maakt. Je hoeft niet zozeer naar de topcompetities, maar misschien het avontuur. Noem maar iets, Australië of Amerika. Dat zou misschien wel kunnen, ja. Ben je klaar voor de reunie? Weet ik niet. Maar ik heb er wel zin in. Ja? Ja hoor. Vind je dit spannend? Nee, niet spannend. Ik vind het meer, ik ben meer heel erg geïnteresseerd. Ik kijk er naar uit. Want zoals ik dan net zoals Niek zie, die ben ik helemaal uit het oog verloren. En dat vind ik wel leuk dat hij echt zo ambitie heeft om een restaurant en van alles te beginnen. Ja, lijkt me geweldig om die weer te spreken. Zullen we naartoe gaan? Ja. Oké. Clubgenoten, daar is hij dan. Stijn Schaars. Ja, ja. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Allemaal. Ja. Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times on the roofless album Friday night at that party. On Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor. You told me you weren't that drunk and that I was your favorite. Zegt allemaal zie, het is net als ook weer vroeger het veld staan. Allereerst vind ik het heel leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Het heeft lang geduurd omdat ik moest nog even tussendoor naar Ibiza. Helaas hadden wij het kampioenschap te vieren. Dus zo gaan die dingen. Maar ik vind het echt tof dat jullie er allemaal zijn. En ik hoop dat we een hele leuke avond gaan hebben waarin juist ongedwongen en iedereen lekker zichzelf is. Voor mij is het juist leuk dat ik jullie weer leer kennen. Dus we hebben elkaar, ja, veel van jullie toch weer een aantal jaar, 10 jaar of zo uit het oog verloren. Dus bij deze proost en op een gezellige avond. Cheers, proost. Ja, superleuk. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. In mijn ogen zijn ze gewoon nog echt een beetje 10, 11 jaar, zeg maar. En nou staan je en dan staan ze allemaal, kijken ze allemaal op jouw hoofd. Dus vroeger stond ik zo naar beneden te kijken, maar nu sta ik zo omhoog te kijken. Het is gewoon ouderwets, een babbeltje en een borreltje erbij. Ja, toch mooi dat iemand uit zo'n klein dorpje toch het heeft bereikt wat hij heeft bereikt. Toch mooi om te zien. Kan je trots op zijn, hè? Ja, ik trots op die jongen. En vooral op mezelf, dat ik met hem heb mogen voetballen. Ja, leuk. Ja. Ja, sommige heb je dan al jaren niet meer gezien. Sommige herken je ook niet meer. Ik vond het ook leuk om heel veel andere jongens te zien. Want oude verhalen ophalen. Jongens die ik eigenlijk bijna nooit meer zie, omdat ik in een ander dorp woon. Het is zoals we hier in Gent een beetje doen, denk ik. Heel apart. Het is heel erg leuk. Dus ik ben er gewoon echt van aan het genieten. Onder zit Wit Boyke. Dennis, dit onder. Ja. Zullen we het in lachen? Moet zelfs kappen. Oh ja, dat moet even bijdenken. Gisteren de kapper weer zo bijgeknipt. En Niek. Ja. Kijk eens. Ik vind Mark, jij lijkt op Luc. Zelf op bestuur. Kom. Hier, hoppa. Ja, dan moet ik hier zelf bij. En dan moet er nog een kleine Dennis hebben. Jimmy. Ja, zeker. Dennis. Zo klopt hij wel ongeveer. Clubgenoten, zijn wij er klaar voor? Dit was hem, Stijn Schaars met zijn oude clubgenootjes van de Bataven hier in Gent. En volgende week ga ik tafeltennissen en dat doe ik met Paul Haldam. En hij vluchtte ooit uit Roemenië en later werd hij bij de Apeldoorns formatie TTV de Veluwe meervoudig Nederlands kampioen. Tot volgende week. Oh, die gaan snel naar de bar.